Het is wel mooi hoor. Echt? Het voelt ook niet dat het lelijk is. Oké. Ik krijg gewoon echt een fleek make-up. Hey guys, welkom bij een nieuwe video. Het is een beetje een andere video dan normaal. Het is geen vlog vandaag, want ik ben hier met Bibi. Bibi kennen jullie natuurlijk allemaal wel. En we hebben het in een vlog al gezegd, maar het leek ons dus leuk om een video te maken waarin Bibi mijn make-up doet. En Bibi draagt geen make-up. Dus ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren zometeen. Ik ook. Maar heb je wel eens make-up gedaan? Nee, nog nooit. Ik ben niemand, denk ik. Maar jij was opgemaakt. Ja. Oh Bibi. Ja. 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 Ja, Bibi heeft, maar heb je toen meegekeken? Nee. Oké, dus je hebt echt een experience make-up. Nee. Maar ik zat gisteren te denken nog, wat als het nou ineens heel mooi wordt? Ja, dat zou wel echt heel cool zijn. Dat zou wel echt... In ieder geval... Ik heb, wat ik dacht wat wel het handigste is, is dat ik al mijn make-up tas heb meegenomen waar zeg maar mijn everyday make-up in zit. En ik ga niet tegen Bibi zeggen wat waarvoor is. We gaan het even allemaal uitpakken. En ja. Dan kan Bibi gaan beginnen met smeren. Smeren. Dus, get ready. Dit doe ik niet, toch? Jawel. Dat hoort bij mijn make-up routine. Moet ik oogdruppels in jouw ogen? Oké, ja, is goed. Leg jij dan alle producten naast je neer? Ja, is goed. Als je gewoon dat omkiekert en deze ook. Ja, dit is waar vooral de belangrijke dingen in zitten. Maar het staat er ook wel op, toch? Ja, je mag ook wel kijken. Ja. Oh ja, en voor deze dag hebben we dit. Strooisnoep. Tumtum, schuimpjes en hard suikergoed. Oké, okay, ja. Ik denk maar dat... De cameravrouw die... De cameravrouw eet ook soja. Ik weet ook gewoon niet waar ik moet beginnen. Okay. Oh, dat is zo lekker. Ik heb dit echt al... Het is heerlijk. Mm. Wou ik dus maar één zak hebben gekocht. Ja. Misschien gaf je wel even terug. Ja. Ik ga gewoon even alles bij elkaar zoeken. Ja. En dan... En dan gaat het zo beginnen. Ik moet je tanden niet gaan doen, toch? Lachen! Ook even een Advil in de mond duwen. Ja. Nee, dat wordt allemaal bij mijn daily routine. Advil tandenbleken. Pizzine. Waar zit hier? Er gaat zoveel gecringed worden deze video, denk ik. Wat? Gewoon. Begin maar. Wat? Oké. Okay. Het start snel. Sorry, ik hou mond. Je moet vertellen wat je denkt dat je aan het doen bent. Oké, nou. Ik denk dat je de foundation hierop moet doen. Ja. En dan gewoon ergens gaan beginnen. Oké, en dan moet je het gewoon gaan uitsmeren. Sorry. Volgens mij heb ik echt veel te veel. Nooit zoveel. Nee, dat zou niet het probleem zijn. Dan is mama jou één rest geven, nooit te veel van mijn neusje gaan. Maar ik ga geen tips geven, want dan is het niet eerlijk. Nee. Dus jij moet gewoon precies doen waar je zin in hebt. En dan... Je moet even naar mij kijken. Nee. Zo. Hier zit alleen veel vandaar. Moet je gewoon een beetje smeren. Oh nee, ik mag geen tip geven. Maar mag ik wel zeggen, mag ik één tip krijgen, maar nu nog niet? Maar straks, je mag één soort van, hoe noem je dat ook alweer? Niet, is dat een joker? Ja. Of is dat geen joker? Ja, is goed. Ik wilde het wel echt dat het best wel mooi gaat worden, maar... Maar ik vind de manier hoe je het zeg maar op mijn gezicht brengt, voelt wel goed of zo. Het voelt niet of je iets doms aan het doen bent. Maar ik vind het zo grappig dat jij niet weet hoe het eruit ziet. Ja. Het is wel mooi hoor. Best? Het voelt ook niet of het lelijk is. Misschien is deze kwast beter dan een beauty blender. Oh, heb ik nou verklapt? Ja. Nee, ik ben overgestapt weer op deze, want deze is beter dan een beauty blender. Ik was helemaal klaar met de beauty blender. Maar deze kwast doet het echt mooi. Ja, dat is die Real Techniques. Die gebruikte ik vroeger altijd en ineens dacht ik, you know what, it's actually better. Oké, okay, even kijken. Het is nog best oké. It's kind of pretty, yes. Oké.
Oké. Wat is dit? Oké, maar dit was wel het makkelijkste gedeelte. Ja, I know. Oh, ik weet niet wat we nu moeten doen. Ja, ik weet het. Oké. Maar ik weet alleen niet welke het is. Ja! Je ziet er. Dit heb ik altijd bij jou zien doen. Kijk. Ik krijg gewoon echt een fliek make-up. Oké. Dit ga je wel weer mee doen. Niet lachen. Ik had echt verwacht dat ik als monster van Loch Ness eruit zou komen. Ik denk dus dat het niet gaat gebeuren. Jij? Nee. Nee. Nee, het looks pretty. Nee. Weet jij het? Ik heb het gevoel dat je ervoor moest doen. Okay. Nee, ik doe het altijd erna. Er zijn wel mensen die het ervoor doen. But I'm not one of them. Kijk je stiekem make-up tutorials? Nee, nice. Ze heeft gewoon geoefend, gewoon repetitie. Ja. Ze heeft Simone gewoon elke dag opgemaakt. Oké, nou, dit wordt nog denk. Ja, nu hebben we alle makkelijke dingen gehad. Ik weet niet, maar dit moet ik ook sowieso doen. Maar moet ik alles gaan gebruiken? Nee, natuurlijk niet. Je moet gewoon, ik moet stoppen wanneer ik vind dat ik het. Ja, het is jouw make-upje. Wat is dit? Oh ja. Oké, okay. Deze moet ik nog gaan gebruiken. Nee, ja, ik ga gewoon dit doen. Oké. Ja. Dit wordt echt heel lastig. Ik ga gewoon, wat ik vind, op zich dat je nog best wel mooie wenkbrauwen hebt. Is ook wel echt waar, je hebt een mooie vorm. Ja. Ja, maar ik heb wel een paar gaten. Hierboven, zeg maar. En ze zijn kort. Dus ik maak ze wat. Maar ja. Langer? Langer? Ik ga misschien er nog wat aan doen, trouwens. Oké. Misschien hou je wel gewoon van natuurlijke make-up. Ja. Wie weet. Ja. Misschien zeg je nu wel gewoon klaar. Ja. Oké, klaar. Ja. Klaar. Klaar. Dit is een van mijn favoriete beauty producten. Ik denk dat je dit als laatste moet doen. Of zo. Laten zien wat het is. Ik ga zeggen laten zien aan onze lieve kijkers wat het is. Ik denk dat het... Dit heet Soft and Gentle. Ik denk dus dat je dit als laatste moet doen om... Als een bronzer. Ik denk dat dit een bronzer is. Oké. Nou, wieps. Ja, ik ga met de ogen, denk ik. Je moet eerst, moet je altijd... Je kwasten pakken. Kwasten. Deze. En ik ga... Je hebt altijd een donkere kleur. Maar, oké. Ik ga maar gewoon deze doen. De dicht. Dit voelt wel anders dan mijn normale make-up routine. Wordt het mooi? Ik ben wel mooi. Maar ik weet niet, doe je zelf ook? Oké, okay. Maar goed. Dicht. Is het mooi? De ogen zijn wat minder geworden. Maar het valt nog wel mee. Okay. Wat gaat je volgende stap worden? Mijn volgende stap wordt mascara. Doe je verder helemaal niks op mijn ogen? Vind je het zo wel goed? Wacht. Nu wordt het wat grimmig.
Ik vind het wel mooi hoor. Ja, ik ook. Ik vind het best oké. Nee, echt? Mm-hmm. Ja, het valt. Heb je echt niet geoefend? Nee. Eerlijk niet. Zeggen. Nee, echt niet. Ik heb echt niet geoefend. Oké. Okay. Ik maak echt niet van. Oké. Welke zijn jouw favorieten? Die. Gantje van. Gantje. Mm-hmm. Voor mij ook. Zo lekker. Mm-hmm. Ook vroeger baalde ik echt als ik al handje pepernoot kreeg zonder schuimpje. Dat was maar dat iedereen toch? En dan had mijn buurjongetje twee schuimpjes. Jij hebt 16 van die te harde pepernoten. Ja. Die al 100 jaar in die zak zaten, waar iedereen met zijn handen al aan had gezeten. Dit wordt alleen heel lastig. Wat ga je doen? Mascara. Oké. Ik ga heel stil zitten voor je, oké? Oké. Het is oké. Oké, de andere kant. Eigenlijk hadden we een thema moeten opstellen. Halloween. Ja. Maar ik had eigenlijk verwacht dat ik Halloween make-up zou krijgen van je. Echt? Ja. We gaan vanavond uit, dus we dachten eigenlijk... We gaan met jou naar de Jimmy vanavond. Ik heb Jip en Janneke champagne ingekocht. Met vuurwerk, dat dat gebracht wordt op onze tafel. Happy birthday! Nu heb je zo'n herfstje jurkje. Lijkt je dat leuk, Bibi, om met mij en Mo uit te gaan? Ja, ja. Nee, serieus? Of serieus? Als ik ouder zou zijn? Ja. Over een jaartje ongeveer. Nou, ik denk dat we dan niet ver komen. Maar? Dat denk ik wel, weet je wel. Als jij met ons naar de Jimmy zou gaan, denk ik oprecht dat je binnen zou komen. Dat denk ik ook. Mm-hmm. Ja. Maar hoe oud word jij meestal geschat? Ik? Ja, best wel vaak, maar te vroeg weet iedereen hoe oud je bent. 14. Dat ik geschat word. Ja. Dus over een jaar word je 16 geschat. Ja. Dat is wel waar. En dan kunnen we een video maken dat je jouw make-up doen. Ik mag ook pas een jaar de Jimmy en weet je hoe lang ik daarover toef? Vanaf hoe oud mag je eigenlijk? 21. Dus ik mag echt? Het zit er eerst maar eens een jaar in. Is dat, hè? Ja, maar sowieso is het... Maar er is nooit iemand van 21. Nee. Of ouder dan 21. Er zijn echt alleen maar meisjes onder de 18. Ik weet echt niet wat er mis. Inderdaad. Mogen we eens een keer mee naar frisfeest? Ja, mogen we mee naar frisfeest? Dat is ja. Ja. Maar dan is de volgende editie. Volgende jaar. Nee, ik bespaar ze echt heel vaak. Echt? Want mm-hmm. Momo zit eraan te denken om haar DJ-carrière weer een nieuw leven in te blazen. Om te beginnen bij Fris. Ik moest altijd rijden bij Fris. Echt? Ik maak een grap. Ik vertelde dat aan haar dat er dat soort feesten waren bij jullie. Toen zijn Mo van... Ja, ik weet het. Kijk, laat ze daar. In Amstelveen altijd locatie. Ja, het was in de... B60. Of niet? Het was dit jaar in de... In zo'n tuincentrum doen ze het ook vaak. Tuincentrum? Ja. Zo'n leeg tuincentrum ernaast. Nee, het was in de club. Nee, ze doen Fris echt over heel de... Over Nederland. Heel Nederland. Ik zit echt de tijd om dit te doen, want ik weet gewoon dat ik het helemaal ga verpesten. Nee, joh. Nee, maar dit kan niet. Ik heb echt geen sterke hand. Oké, ik ga het maar gewoon proberen. Ik ga mijn oog heel stil houden voor je. Oké. En als het ergens makkelijk mee is, is het met dit Tom Ford oogpen. Link staat in de beschrijving. Link, ja. I'll link it down below. I'll link it all down below for you guys. So if you have any questions at all. Oh, jij gaat ook voor een wing. Bibi gaat all the way. Sorry. Je hebt het echt helemaal verpest. Nee, dit valt echt nog makkelijk te redden. Hoe? Nou, dan moet jij uitvogelen. Ja, ik weet niet wat er mis is gegaan. Kan je mij een tip geven? Nou, weet je wat je kunt doen? Nou. Je moet sowieso hier beginnen en dan moet je hem helemaal zeg maar door tot heel dicht bij de oogrand. En op een gegeven moment kan je die wing strak trekken zo naar het midden. Ja, hoe kan dat? Weet je wat ze van een wing altijd zeggen? Dat je zeg maar zo moet je hem aanhouden. Deze lijn moet dat is deze precies gedaan.
Oh, echt? Ja. Dus het valt echt nog te redden. Ja, maar je kunt het redden. Maar op zich hoeft dat niet erg te zijn, een dikke wing. Oké, okay, nou ja, ik ga het niet redden. Oké. Okay. Kijk nu heel zwoel omhoog. Oké. Okay. Even aan de andere kant. Oh, dit is nu nog lastiger. Mm-hmm. Want nu moet hij symmetrisch. Die bier ruikt echt lekker naar de was. Heb je je kleren gewassen? Je doet het echt lief. Ja, ik voel het namelijk dat er de eyeliner op komt. Het voelt wel een andere richting dan waar ik normaal zit. Het kan nu wel als een Halloween ding opgevat worden. Maar je hebt volgens mij niet heel veel gekke kleuren gebruikt. Denk je? Het is oké. Okay. Het valt... Ja, ik weet niet. Het ligt eraan hoeveel ik veel vind. Maar ja. Oké. Okay. Ik ga nu... Wat ga je nu doen? Dat is. Ik ben gek op contouren. Misschien kan je een beetje contouren. Weet je wat dat is? Gek op contouren. Ik ben helemaal gek van wie. Is het deze? Ja. Dat was contouren. Ja. Ik krijg altijd zulke stinkvoeten in deze schoenen. Ja? Ja, joh. Niet alleen. Niet altijd? Nee, ik heb nooit stinkvoeten. Hoe gaat het omhoog? Alleen in deze. Hoe gaat het? Hou eens op. Niet. Oh, dus? Ja. Dan moet ik nu weer uit, hè? Is er nog een andere contour? Tuurlijk, dat is de laatste contour. Maar contour kan je met alles doen, hè? Echt? Ja, ook met lippenstift. Met alles. Concealer, bronzingpoeder. Weet je wat dus heel leuk is? Ik weet waar het moet. Wat weet je? Ik weet waar het moet. Oké, ik ga even kijken wat ik voor ga gebruiken. Even kijken of hier een donkere tint is. Ja, dat vind ik wel leuk. Dat hoor ik. Heel veel foundation in mijn mond heb van mijn lippen. Dat is wel mee. Nee. Er ligt ook een kwast op de grond nog. En... Welke kan ik het beste gebruiken? Ik zou deze gebruiken. Deze kant. Oké. Okay. We gaan contouren. Laat je even zien wat je gebruikt daarvoor. Ik gebruik de Dior. Vijf kleuren, Precious Rocks. Trouwens, voor degene die het vragen, dat is mijn oogpalet. Ik zal hem hieronder linken, want ik denk dat hij al wel uit is. Dit laat zijn echt de meest gestelde vraag. En hij heet Ruby 857. En this is it. En welke ga jij gebruiken? Deze. Die ga je gebruiken, oké. Oké. Wordt het mooi? Kijk naar. Ja. Ja. Kijk naar. Best wel mooi. Wow. Wow. Ja. Zo, deze komt. Nou. Nah. I like it. I like it. Oké. Nou, dan doe ik dus een goeie. Is er nog cola in dat cola blikje wat daar in Oliver Car staat? Zal ik het pakken? Neem ik wel op maar een slokje. Ja, het is leuk. Maar ik drink de rest wel op dan. Sander, die vindt dat haat wat van mij, dat ik altijd een slokje cola wil. Ja? Ja. Lars haat het ook van mij als ik een slokje Red Bull wil. Je wil ook niet een hele. Maar... Nee. Ook een hele slokje bier wil, toch? Van... Dan zeg je, mag ik een slokje? Ja. Dan zegt papa gelijk, hey, moet ik voor je bestellen? Ja. Ja. Dus dan zegt ja, zeg het dan, want dan kan ik er eentje halen, ja. Maar het is zo lekker slokjes te nemen van anderen. Oh, het is best hapjes, ook niet slokjes. Leuk. Ditje, datje, hapje, slokje. Oké. Heb jij nog iets wat ik mis? Nou, ik zie een highlighter, is erg belangrijk. Ja. En iets voor mijn lippen, maar volgens mij zit dat hier niet in. Dit is de highlighter, denk ik. Ik zag niks. Dit is eyepaint. Maar waar... Weet je, wat is een highlighter, denk je? Voor glow.
Ja. Dus je moet gewoon kijken wat, zeg maar, of je iets ziet wat glipt. Ja, deze. Die ik net, maar dat is eigenlijk. Even kijken. Oké, okay, ik zal je één tip geven. Je hebt de highlighter al vast gehad. Oké. Okay. Vandaag. Wat is er? Niks. Waarom lach je? Gewoon omdat jij alles zit open te maken om te kijken wat je in je hand hebt gehad. Ja. Oh, is dit hem? Ik ga niks zeggen. Nou. Waarom staat het hier nergens? Ik heb ook niet het gevoel dat dit het is. Nee. Oké, ja. Maar je hebt het al vast gehad. Ja, maar heb ik deze al vast gehad? Nee, die heb je nog niet vast gehad. Nee. Heb ik het al overgemaakt? Ja. Je zei ook volgens mij dat je het straks ging gebruiken. Echt? Toch? Dat zei ze erover, hè? Het heet Soft and Gentle. Dit is zomaar cheaten. Nee, wacht. Welke was dat? Ik dacht dat het een bronzer was. Oh, echt? Dus ik pak het ook elke keer behalve dat. Ze pakt zeg maar alles wat er omheen ligt, behalve de highlighter. Oeh. Waar is die? Kijk ik er echt overheen of niet? Ja. Ja, enorm. Je dacht dat het een bronzer was. En Noorzaad is mijn favoriete product. Ja, maar ik weet niet welke dat is. Kijk eens voor je. Gewoon echt voor je ligt het. Je ziet het gewoon. Je ziet het, schat. Gewoon. Je raakt het net aan met je vinger. Ja. Ja. Oké, naar rechts. Oh. Naar boven. Ja. Dat was een highlighter. Hoe? Echt? Ja, moet je naar op je vinger doen. Even kijken. Oké. Okay. Maar nu wie gebruikt Soft and Gentle ook echt al vanaf dat hij geboren is. Dat is echt mijn allereerste highlighter. Kijk, is het. Die ik ooit maar had. Maar wacht, ik moet het wel in het licht zien. Ja, dat klopt. Oké. Okay. Wat was jouw eerste highlighter, Mo? Mijn eerste highlighter? Ik denk dat dat ook Soft and Gentle is geweest. Ja. Maar ik heb heel veel highlighters gebruikt door het leven. Cool. Ik heb, hoe heet die ook weer, van Benefit heel lang gebruikt? Ja, die WhatsApp. Ja. En ik heb ook heel lang die Glow Kit van Anastasia gebruikt. Die heb ik nooit gebruikt. Die is echt prachtig. Ja? Mm-hmm. Ik heb alleen altijd een wenkbrauw potlood van Anastasia gebruikt. Mm. Oké. Okay. Mooi. Ja, zo. Vind je het genoeg glowen? Mag meer glow? Dan ga ik echt voor de glow vandaag. Alleen voor vandaag, hè? Ja. Je mag echt veel meer gebruiken. Loads of shimmer. Maar weet je wat ik eigenlijk de mooiste combinatie vind van highlighter? Nee. Dat je dan bijvoorbeeld die Charlotte Tilbury opdoet van gisteren. Nee. En dat het dan nog een beetje nat is. En dat je dan met een soort van foundation kwast in Soft and Gentle gaat. En het dan zeg maar er zo indept. Nee. Als je echt serieuze highlighter wilt, is dat wel het mooiste. Ja. Oké, maar. Aan de kant. Ik begin de hele opgedankt zien. Ik gebruik dus altijd de deo van Sanja, die is zo lekker. Ja. En ik heb zeg maar ook allemaal deo's van gewoon alle merken uit de supermarkt, zeg maar. Mm-hmm. En daar stink ik altijd van. En van die deo van Sanja stink ik dus niet. Welke deo is dat dan? Ja, van zo'n Engels warenhuis. Penelikens heet dat. Dat is een van de oudste parfummerken van Engeland. En die hebben een deo, maar die ruikt gewoon een beetje zeg maar naar zo'n beetje molecule-achtig. Mm-hmm. En die heeft hij. Die heeft hij ook echt al jaren. Mm-hmm. En ik dus gebruik die is nu ook al jaren. Hier de koper, ja. Alleen in Engeland. Ja, maar ik kan het wel online bestellen. Ze bestellen het altijd online. Ik ga toch naar Engeland. Ja. Dus dan bestellen we er iets van 4 elke keer. En ik stink gewoon, je stinkt gewoon de hele dag. Ik stink gewoon echt bij elk product. Elke deo die ik gebruik. Behalve die. Ik weet niet wat het is. Maar ik heb ook het idee dat je meer stinkt van spuitdeo's. Ja, dat heb ik ook het idee. Dat zou ook wel zo zijn. Ik gebruik heel vaak die van Donna Karen. Weet je wel, die... Cashmere. Een spuit ook? Nee, in een roller. Die is ook goed. Alleen die geur begint me tegen te staan. Ja. Ja, dit is dus ook een hele lichte... Is het klaar?
Ik weet niet of ik dat vergeet. Nee, maar het gaat erom of jij het mooi vindt, of jij tevreden bent over de make-up look. Dat is een wimpergroei serum. Oh ja, ik ga nog één dingetje doen. Deze. Hoe heet dit product? Grande Lips. Ariana Grande Lips. Nee, dit hebben wij toen bij Sephora gekocht. Ja, inderdaad. Dat was het nummer 1 best geteste product waar je dikke lippen van kreeg. Oh, echt? Is dat deze? Ja. Je kleur is ook best wel mooi. Mm. Ik vind dat zo'n lekker gevoel als je lippen gaan tintelen. Ja, vind ik ook. Dit kan je toch echt het beste bij jezelf? Dat kan je niet goed doen. Jawel. I think you can do it. Is het ver? Weet je? Ja. Geef je moeder een keur? Aan de grande lips. Oké. Ik denk dat ik het heb. Nou, dit is het. Ik ben heel benieuwd wat het geworden is. Ik wil de reactie zien. Oké. Laat even een comment achter wat jullie van Bibi's make-up skills vinden. Dit is wat het geworden is. Ik vind alles mooi boven de eyeliner. Ja, het is best wel oké. Mijn foundation zit echt. Mijn foundation heb je het beste gedaan. Vind je niet? Ja. En mijn wenkbrauwen zijn ook prima. Ik vind de oogschaduw ook wel mooi, hè? Ik vind die oogschaduw ook best wel mooi. Behalve die eyeliner is gewoon niet echt gelukt. Nee, maar dat is wel echt heel moeilijk. Lipjes zijn mooi. Concealer zit ook goed. Moet je even kijken hoe je de contour heeft gedaan. Ja, contour is ook prima. Contour kijk. Is prima. Highlights had iets meer en hoger gemogen. Ja. Oké. Nou, guys, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het een leuke video vinden. Even een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. En ja, ben je nog wat toe te voegen? Nee, niet echt. Nou, dan zien we jullie zondag weer.